Goedemiddag allemaal. Welkom bij de opening van het schooljaar van de CVO-scholen. Nou, waarom dus welkom dat jullie er wel zijn? Waarom die bijeenkomst, leerlingen? En waarom het onderwerp wat we gekozen hebben? We hebben gekozen voor motivatie van leerlingen, want wij denken dat als leerlingen gemotiveerd zijn, dat heel goed werkt. En aan wie moet je dat het beste vragen? Dat is denken aan de leerlingen zelf. Er is ook heel veel onderzoek gedaan. En in mijn papiertje stond aangegeven, de inspectie heeft onderzoek gedaan naar de motivatie van leerlingen. En daaruit blijkt dat Nederland daar heel slecht in scoort. Nou vind ik het altijd een heel slecht argument als we zeggen dat de inspectie het vindt. En dat vinden jullie waarschijnlijk ook. Dus het is niet het beste argument, maar het schijnt inderdaad wel landelijk een feit te zijn dat de motivatie van leerlingen gewoon moeilijk is. Hoe komt dat nu? En daar gaan we het vanmiddag over hebben. Ik denk dat ik gewoon het beste maar in het snelle programma wat we krijgen, de microfoon aan Menno mag geven. Goedemiddag allemaal. Voordat ik mezelf voorstel, ben ik wel even benieuwd wie we voor ons hebben. Ik ben eerst even benieuwd, wie is een leerling? Graag even je... scholier, wie is een scholier? Ja, laten we zeggen 15%. Wie is er leraar, docent van jullie? Nou, dat is denk ik ook zo'n 15%. En wie is iets anders? Nou, dat is de rest. Dat zijn de meesten. Goedemiddag, welkom. Ik stel mezelf even voor voordat we gaan met het dagprogramma beginnen. Nou, mijn naam is Menno. Ik heb gestudeerd bedrijfskunde. Nou, ik kan jullie iets over motivatie vertellen, maar het is eigenlijk veel leuker als scholieren en docenten dat doen. Dus dat gaan we dan nu ook doen. We beginnen nu met die stellingen. En als eerste wil ik uitnodigen aan Bankenende. Jij mag aan ons en aan de zaal vertellen, wat is motivatie in de klas volgens jou? Deze microfoon is voor jou. Hoor ik zo? Ja, hij doet het. Als kind heeft iedereen dromen. De een wil miljonair worden, de ander wil een wereldreis maken en weer een ander zit te denken aan een carrière als autocoureur. Sinds dat ik 8 ben, heb ik al een droom en dat is een eigen villa-boerderij met paarden in de achtertuin en een mooie witte Range Rover voor de deur. Ik wil een mooie en succesvolle toekomst tegemoet gaan. En het idee dat dat mij zal lukken als ik hard werk, houdt mij iedere dag gemotiveerd. En wie weet komt die villa-boerderij met de paarden in de achtertuin er dan toch even. Applausje voor Amelie. Prachtig, dankjewel. Ik ga twee docenten naar voren vragen. Jimmy, Martina en Boa Staten. Zij komen van het Accent in Delfshaven. Mannen, de microfoon is voor jullie. En ook wij zijn benieuwd naar hoe kijken jullie aan tegen motivatie in de klas. Goedemiddag allemaal. Ik ben Boa Staten. En van de week werd ons gevraagd of wij in het kort iets konden vertellen over de manier waarop wij leerlingen in het praktijkonderwijs motiveren. Hij zei, de kracht van de maatschappij hangt af van hoe goed je zorgt voor de allerzwaksten. En nou ben ik van mening dat de leerlingen die ik lesgeef niet zozeer tot de allerzwaksten behoren, maar wel tot de meest kwetsbaren uit onze samenleving. Onze praktijkschool onderwijsleerlingen sluiten tegen. Deze jongens die komen binnen met weinig uitzicht, want ze zijn voor de praktijkschool onderwijs. Geslacht doorgegaan naar de voorgesteld onderwijs. En dan hebben ze al een perspectief beeld van zichzelf van het gaat heel moeilijk worden. Vergeleken met andere leerlingen. Net een leerling aan het woord gehoord met haar dromen. Onze leerlingen die hebben die dromen niet. Maar ze komen bij ons binnen en wij moeten dan samen met hun toch resultaat zien neer te zetten. Ik denk persoonlijk dat we het best kunnen doen door eerst terug te gaan naar de basis. Voor deze leerlingen is de
vertrouwensband, de relatieband met deze leerlingen het belangrijkste. En dat doen we iedere dag met heel veel plezier van ons. En ik denk zelf dat dat de basis is, de kern is van ons leerling. Dankjewel. Elke leraar, rector of in ieder geval de meeste mensen die betrokken zijn bij het schoolsysteem willen natuurlijk graag horen dat ik enorm gemotiveerd ben om bij ieder vak een zo hoog mogelijk resultaat te halen. Maar helaas geldt dit niet helemaal voor mij, om eerlijk te zijn. Want of je nu op het VMBO of op het gymnasium zit, allemaal hebben we onze eigen talenten. We moeten alleen op school leren en de gelegenheid krijgen om deze zelf te ontwikkelen. Mooi betoog van Juriaan. Ik ben wel benieuwd wat jouw talenten en dromen dan zijn. Straks zeker nog even open. Goedemiddag allemaal. Ik ben René van den Berg, Varel College, teamleider tweetalig en ook docent wiskunde geweest. Nu docent WOM. Maar daarom een formule aan de onderkant. We gaan een wiskundelesje genieten vanmiddag. Een chocolaatje. Dat zijn die kleintjes. Maar ze doen het ervoor. Maar het zijn kleine, simpele dingetjes. Dat je gewoon een beloning... kan zijn. Zelfs tegen de klok werken. Gewoon een klok laten aftikken terwijl ze bezig zijn met een opdracht. Grammatica zelfs. Gewoon saaie zinnetjes. Dek je een klok, wie kan het snelste doen? Ze gaan ervoor. En dat is het motiveren of het, ja, het bemoedigen van de inzet. Dat ben ik aan jullie aan het geven. Dat is voor mij een eye-opener. Dank u wel. Yes, nou hallo allemaal, mijn naam is Jelmer Hoogland, ik kom uit Friesland, ik doe daar 6 VWO op het Boogman College en naast mijn schooltijd ben ik ook bestuurslid bij het LACS. LACS is het Landelijk Actiecomité Scholieren. En wat doet het LACS nou eigenlijk, sommigen van jullie wel afvragen. Het LACS vertegenwoordigt alle middelbare scholieren uit Nederland, dat zijn er bijna 1 miljoen. Wij vertegenwoordigen, zoals onze voorzitter altijd mooi zegt, in de politiek, maar ook in de media en ook in de samenleving. Een sleutelrol is weggelegd voor docenten. De leerlingen gaven aan, docenten zijn wel echt personen die bieden het lesprogramma aan en die moeten ervoor zorgen dat leerlingen ook wel gemotiveerd raken. Voor meer informatie kunnen we staan daar straks in de hal bij de borrel. Dus we kunnen altijd even langskomen voor een paar foldertjes. Ja, ik wil jullie bedanken voor je aandacht. Ik ga niet te lang proberen bij mijn eigen slides stil te staan, maar ik ga jullie wel meenemen in een casus. En dat is een hele leuke. En die casus die komt uit hoger onderwijs. Wat je moet bedenken is dat die casus op de Haagse Hogeschool, die hebben wij uitgevoerd als bedrijf Edelmundo. En dan moet je bedenken, wij zijn er constant over aan het nadenken hoe we de schoolboeken, maar ook de syllabi en de werkboeken kunnen vervangen voor een digitaal platform dat alles in zich heeft. Maar dat niet de docent vervangt, maar dat eigenlijk het hele administratieve proces overneemt en het leren ook nog eens veel leuker maakt. Nou, we gaan even met jullie met de zaal in discussie en daarvoor gaan we een aantal leerlingen vragen om een stelling te poneren. En daarvoor wil ik als eerste vragen om het panel naar voren te komen. Het panel bestaat uit Chris, Carmen, Bas en Harry. Jullie kunnen hier zien wie en wat ze zijn. En het leuke is, kom naar voren jongens, gaan jullie geluk zitten. Als je heel graag aan de leerling op jullie eerst naar voren kan komen. 4 uur per week moet genoeg zijn om mij te leren wat ik nodig heb voor de toekomst. De rest van mijn tijd kan ik dan besteden aan mijn activiteiten buiten school, want daar leer je ook een hoop van. En daarom vind ik dat mijn overuren gecompenseerd moeten worden. Nee, natuurlijk is er verschil tussen hoeveel huiswerk de ene leerling en de andere leerling maakt. Maar ik denk dat per saldo, als je het uitrekent op jaarbasis, niet zo ver die 40 gaat overschrijden. En eerlijk is eerlijk, tussenuren kunnen natuurlijk ook niet altijd even goed ingevuld worden. Ik bedoel, je kan dan wel op school zitten, maar daar zitten allemaal vrienden, is afleiding, daar kan je geen tijd op school. In zoverre vind ik ook tussenuren achterhaald begrip. Als je docenten zorgt voor voldoende opdrachten, of binnenschool of buitenschool, dan kun je zo 8 uur per dag maken. Dus 40 uur per week betekent op zich prima. Dus ik vind het best wel achterhaald om te zeggen tegen de leerling van het is je eigen schuld, want je zit daar te kaarten en daarom presteer je minder goed. Nou, ik vind dat school te veel bezig is met productie. Ze zetten mij op een lopende band en ze laten het standaardprogramma op mij los.
waarbij ik voor een aantal vakken bijvoorbeeld hoger of lager niveau mijn diploma moet kunnen halen. Judith vindt dat ze een robot is. Wie wil daarop reageren? Ik vind van niet. Ik zie geen robot, dus. Maar dat het onderwijs wel zo is ingericht, dat van de top wel. Ik vind het zomaar ook. Ik denk dat de meningen daar heel erg over verdeeld zijn. Maar ik ga het hier wel bij laten, want omwille van de tijd zijn echt aan het einde. Willen jullie een applaus geven aan ons prachtige panel? Ja. Scherp van tong en rap van geest. Ik ga het woord teruggeven aan enkels die jullie de prijs gaan geven. Dankjewel Menno. Ja, we gaan gelijk rap tempo door. Het is tenslotte een opening van het nieuwe jaar, dus we moeten straks nog wat gaan drinken. Maar eerst even terughalen, Jong Talentenbeurs. Wij hadden vorig jaar het idee, toen ik begon als voorzitter van CVO, wij hebben toen gedacht van, we gaan een prijsvraag uitschrijven voor leerlingen, in de hoop dat veel leerlingen, en vooral hun docenten die achter hen staan, de tijd vinden om met ze die prijzen voor te bereiden. En ik wil gewoon de scholen, of de school, het team, gewoon even één voor één naar voren halen. Het zijn twee scholen. Het is van Varel College en het is van Calvijn Maarten Luther, de groep die daar zit. Wil ik straks één voor één eerst even Varel College de mensen naar voren halen om ze de prijs uit te reiken. Dan wil ik de mensen eigenlijk van Maarten Luther naar voren halen, het team wat daar zit. Dus dan wil ik sowieso ook een applaus geven, want die hebben we al bijzonders gedaan. Oké, prima, je hebt er goed over nagedacht. Nou, Arjen, charmante assistent Arjen Toet, gaat de prijs uitreiken. Misschien een foto van Arjen ook eventjes. Vindt hij wel leuk, denk ik. Oh. Praat er maar even over. Ik hoop dat jullie dit een leuke bijeenkomst vonden. En ik weet niet of ik wat vergeten ben te zeggen nog. Volgens mij niet, hè? We hebben vooral hapjes, drankjes. Ga lekker wat drinken en napraten. Ik hoop dat jullie de geslaagde opening van het nieuwe jaar vonden. We gaan later in het jaar bekendmaken welke school volgend jaar deze nieuwjaarsbijeenkomst organiseert. De derde donderdag van september. Maar dat laat je niet van weerhouden om dat nu alvast te reserveren in je agenda. Mensen, ik dank jullie heel erg hartelijk voor de komst. Want heel fijn dat jullie er zijn. Heel veel plezier en ik spreek jullie. APPLAUS.